September is de cultuurmaand voor de gemeente Haldenbergen. En bij de cultuurmaand hoort een cultuurprijs. In het volgende filmpje stelt een van de genomineerden zich voor. Mijn naam is Wim de Vet, ik speel saxofoon. Ik ben op 23-jarige leeftijd begonnen met saxofoonspelen en notenleer. En ik heb les gehad van de Belgische saxofonist en fagotist Pierre Kermans. Ik heb jarenlang deelgenomen aan solistenconcoursen en daarbij steeds eerste prijzen behaald. Naar aanleiding van deze prestaties werd ik ook uitgenodigd voor het programma Zin in Muziek op Radio 2. Het is natuurlijk heel leuk om zelf te musiceren. Maar het is zeker zo leuk om anderen te stimuleren. En daarbij heb ik dan ook jarenlang saxofoonles gegeven. Een van mijn leerlingen die is naar het conservatorium gegaan en ook met succes afgestudeerd. Verder try-out concerten gegeven voor eindejaars conservatoriumstudenten. Een saxofoonkwartet Ripieno opgericht, daarmee ook 3 keer Nederlands kampioen geweest. Een gelegenheidsharmonieorkest opgericht, wat bestond uit ongeveer zo'n 85 muzikanten die verdeeld waren over tussen de 25 en 27 harmonie- en fanfareorkesten vanuit heel West-Brabant en Zeeland. Het hoofddoel is om de saxofoon als klassiek instrument te promoten bij een groter publiek. Ik vorm sinds een vrij korte tijd een duo met pianist René van Assen onder de naam Touche Vent. Door als saxofonist werk te spelen van oude meesters, verlaat je als het ware de geëikte meningen en opvattingen die er heersen in de wereld van de klassieke muziek. Ik hou er dan ook helemaal niet van om binnen de lijntjes te kleuren. Nee, ik wil graag mijn eigen tekening maken, mijn eigen verhaal vertellen. Want uiteindelijk gaat het maar om één ding in de muziek en dat is de emotie. Het is dus mijn emotie. En de ingrediënten daarvoor zijn een mooie klankkleur, een goed ritme en toonvorming. De jury zei, we hebben jou genomineerd doordat je een zeer mooie klankkleur hebt op je saxofoon, de speeltechniek, de zuiverheid van spelen, de vele eerste prijzen op solistenconcoursen in de hoogste afdeling met vaak het hoogst aantal cijfers en de meer dan enorme passie en inzet en gedrevenheid. Wilt u stemmen op een van de genomineerden? Dat kan nog tot en met 1 oktober op www.haldenbergen.nl.